Hallo allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik met jullie kijken naar de eerste Nederlandstalige uitbreiding voor Cosmic Encounter. En dat is Cosmic Incursion. De titel is dan weer niet vertaald. En deze uitbreiding bevat eigenlijk drie onderdelen. Ten eerste alle materialen om het nu ook met z'n zessen te gaan spelen. Dus spelersmaterialen voor zes spelers. Natuurlijk nieuwe aliens. 20 nieuwe aliens met elk hun eigen eigenschap. Die ga ik niet allemaal bespreken, maar dan weet je dat ze erin zitten. Dan zit je dus in totaal al op 70 verschillende alienrassen waar je mee kan gaan spelen. En een nieuw onderdeel aan dit spelletje is het beloningsdeck. En dit is een beloningsdeck speciaal voor spelers die meehelpen aan de verdediging. En heb jij succesvol meegeholpen aan de verdediging van een van je medespelers, dan mag je naast van het gewone kaartendeck, mag je er ook voor kiezen om hier een kaart uit te trekken. En dat zijn speciale kaarten, die zijn krachtiger en er zit ook een nieuw type kaarten bij. Dus die gaan we vooral even bekijken in deze video. Ik ga Cosmic Encounter zelf niet uitleggen, daarvoor mag je even mijn vorige video bekijken met de uitleg van dat spel. Laten we eens even gaan kijken hoe deze uitbreiding werkt. Zoals gezegd, voor de zesde speler de materialen, dus natuurlijk de koloniën, planeten, een fiche om de score bij te houden. Natuurlijk ook drie lotkaarten om de oranje speler mee aan te gaan vallen. En nog wat extra fiches, want die kan je nou eenmaal nooit genoeg hebben. Daarnaast 20 nieuwe aliens. Ik zal aan het einde van het filmpje zal ik ze even alle 20 snel door het beeld laten gaan, dat je even kan bekijken wat ze allemaal doen. Maar voor nu, ja, gewoon 20 nieuwe alienrassen met elk hun eigen special ability. En daarbij dus ook de 20 bijbehorende laserkaarten. Maar waar het naast de uitbreiding voor de zesde speler in dit spelletje vooral om draait, zijn de beloningskaarten. Daar zitten standaard kaarten bij, maar ook nieuwe type kaarten. En die gaan we gewoon even langs. En dit stapeltje is een aparte beloningsstapel. Die leg je naast de andere trekstapel, maar als je hier iets van pakt, heeft dit zijn eigen aflegstapeltje. Dus die worden niet gemixt met de gewone kaarten. En als jij een speler succesvol helpt te verdedigen, dan mag je dus je beloningskaarten pakken. En dan kan je kiezen of je pakt gewoon de standaardkaarten of je mag kaarten trekken van deze stapel. En dat mag je ook mixen. Dus je mag zelf weten in welke verdeling je welke kaart pakt. Maar dit is nu een optie als je succesvol helpt verdedigen. Nou, een aantal standaard duelkaarten. Dus dat hoeft op zich niet heel bijzonder te zijn. Maar wel handig om extra aanvalsmogelijkheden in je hand te hebben. Wil je een keer graag een gevecht verliezen zodat je kaart kan trekken, kan je ook als verrassing deze kaarten spelen. En die betekenen gewoon dat je met een negatieve score alvast de aanval ingaat. En ondanks dat je een negatieve score speelt, speelt de tegenstander een onthandelingskaart, dan win jij het gevecht, ook al heb je dus een negatieve kaart gespeeld. Ook nog weer een extra aantal versterkingskaarten. Nog een extra morfkaart. Het kan dus nu zijn dat je een morfkaart tegen een morfkaart krijgt. En in dat geval verliezen beide spelers al hun schepen die ze hebben ingezet tijdens dit gevecht. Dan nog een keer onderhandelingskaarten, maar dat zijn oneerlijke deals. Verlies jij nu een onderhandeling omdat je tegenstander een aanvalskaart speelt, dan mag je één extra kaart trekken. Dus je krijgt een compensatie plus 1. En spelen twee spelers een onderhandelingskaart en kom je er niet uit, dus als de minuut voorbij is en er is nog geen deal, dan verliest de speler die de oneerlijke deal heeft gesloten, die verliest één schip minder dan die normaal zou zijn verloren. En de tegenstander verliest één schip extra. Dus jij verliest geen drie, maar twee schepen. En je tegenstander verliest dan van vier schepen in plaats van drie. Nou, nog wat extra artefacten om er doorheen te doen. Dit is in het basisspel dus een optionele extra sterke kaartendek waar je deze dan aan kan toevoegen. En dan hebben we nog twee nieuwe kaarttypes over. Allereerst de kikker. En dat is geen kikker die kwak kwak doet, maar zo'n kikker met CK. En deze speel je als je een duel ingaat, eigenlijk voordat je je gewone kaart neer gaat leggen, zeg je eerst ik ga een kikker spelen. En die heeft dus invloed op de kaart die je gaat spelen. Deze kaart kan niet aangevallen worden. En je kan dus zeggen ik speel een keer twee kaart. Tenminste dat zeg je niet, want je legt hem natuurlijk gedekt neer. Daarna speel je je aanvalskaart. En als je dan open gaat draaien, dan is die kikker bijvoorbeeld keer 2. Dus in plaats van 13 is deze aanvalskaart nu ineens 26 waard. En de kikker heeft alleen betrekking op de kaart. Dus niet op het aantal schepen wat er verder nog bij komt. Hij verdubbelt puur de waarde die op de kaart staat. Speelt je tegenstander een onderhandelingskaart, dan heeft dat dus geen effect. Maar heb jij een onderhandelingskaart gespeeld en speelt je tegenstander een aanvalskaart, dan mag jij, omdat je de kikker hebt gebruikt, ook twee keer zoveel beloningen krijgen. Verlies ik nu de aanval vanwege mijn onderhandelingskaart en zou ik drie kaarten mogen trekken, mag ik nu dus maar liefst zes kaarten trekken. En dat is ideaal als je denkt ik ga het gevecht toch verliezen om lekker veel kaarten te kunnen pakken. En spelen beide spelers een onderhandelingskaart en speel jij de kikker erbij, dan geldt die kikker alleen op het moment dat jullie er niet binnen een minuut uitkomen. Dan moet de tegenstander zijn aantal schepen vermenigvuldigen wat hij moet afleggen met de kikkerkaart die gespeeld is. Heb jij dus de kikker 3 gespeeld en kom je niet uit de onderhandeling, moet de tegenstander maar liefst 9 schepen afleggen. En tot slot als laatste zitten er nog 4 riftkaarten in het spel. Deze kan je op twee manieren spelen.
Ten eerste kan je die aan het begin van een duel spelen. En daarmee mag je het aantal schepen wat daar staat, mag je terughalen uit de warp. Dus voordat het gevecht begint kan je wat schepen terug gaan halen. Dat hoeven niet per se je eigen schepen te zijn, mogen ook schepen van andere spelers zijn. Stel je speelt deze kaart, dan mag je 3 schepen uit de warp terughalen. En die gaan dan terug naar de kolonies van de betreffende eigenaar. Dus op zich handig om je schepen terug te krijgen. Maar er schuilt ook een gevaar in deze kaarten. Want pak jij als beloning een kaart van iemand anders en is dat een riftkaart, dan boem, explodeert de riftkaart. En de speler die deze kaart dan ontvangt en daar in zijn hand ontploft, moet net zoveel schepen terugleggen in de warp als het getal op de kaart. Dus speel je hem zelf, krijg je schepen terug, maar krijg je deze in je hand door het toedoen van een andere speler met een speleffect, dan ontploft die en raak je dus juist schepen kwijt. Nou, dan is er ook nog de variant als je het spelletje iets chaotischer wil maken, dat je deze beloningskaarten ook gewoon door de trekstapel heen schudt. En er is nog een regeltje als de trekstapel helemaal leeg zou zijn en ook de aflegstapel is leeg en je kan dus geen nieuwe kaarten trekken. Ook dan volgt er een grote kosmische explosie, moeten alle spelers al hun kaarten weer inleveren, worden die geschud, wordt daar een nieuwe stapel van gemaakt en krijgt elke speler 8 kaarten in zijn hand. En dat heet dan de Cosmic Quake. En dat is wat er in deze eerste Nederlandstalige uitbreiding voor Cosmic Encounters zit, Cosmic Incursion. Aan de andere uitbreidingen om die te vertalen naar het Nederlands wordt nog gewerkt. En zoals gezegd zal ik straks na de outro nog even alle 20 de Alien kaarten voorbij laten komen, zodat mocht je dat interessant vinden, je die even kan lezen. Voor nu, mocht u nog vragen hebben over deze uitbreiding of over Cosmic Incursion in het algemeen, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar thespellereporter@gmail.com. En wederom dank aan House of Monk Games voor het beschikbaar stellen van dit exemplaar. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.